Ik kan het niemand vertellen. Ik wil niet uit de kast komen. Dan lachen ze me uit. Zoals jij dan zou zeggen, tranen. Tranen! Oh man! Zal ik het doen? Zal ik jij vertellen dat ik gay ben? Hoi Link! Mauw! Linkse webcam! Ja, hij doet het nu! Kijk hoe mooi hij is! Oh my god, ik mis wel een klein stukje. Ja, het stoel is een beetje opgegeten. Ik had honger. Joost had honger. Ja, ik had even zoiets van, ik moet even een hapje van zijn stoel nemen. Gezondheid. Op de drop was dat, dat was best wel nice. Ik ga je de hand schudden. Wacht. Ja, schud mijn hand, Joost. Oh, je gaat op de compleet verkeerde kant op. Oké, wacht, ik fix het. Ja, oké, op en neer. Is dat voor jou? Nice, ja, dit werkt. Pien gaat naar Portugal. Kobus gaat veel Destiny spelen. Waarschijnlijk gaat hij dat nu veranderen. Gaat veel Bente spelen. Oh my god. Sorry. Oh. I'm sorry. There we go. That's amazing. That's just... It's fucking art, man. It's fucking art. Hoppa. Ja, echt. 10 out of 10. En heb je nou een knappe zus tussen de 17 en de 21 jaar? Neem die vooral mee voor jou. Eerst cool. Foto laten zien en dan wordt het goedgekeurd dat ze mee mag. Ja, foto's laten zien met hashtag JollyTalk. Oh, iemand zegt ik heb een nicht van 21. Goed die genoeg. Die mag ook een foto van sturen. Nichten zijn ook goed. Ja, niet nichten als in... Dat vindt Joost ook goed. I don't swing that way, Link. But they are gonna swing at you if you know what I mean. Oh my... Nee! Dit is wel een mooie. Dolfijn? Nee, ik wacht al tot jij het ziet in de stream en dan mag jij hem een cijfer geven. Ik vind dit namelijk wel een heel mooi exemplaar. Ik weet niet precies wiens zus het is, maar het is wel een mooie zus. Het is zeker een mooie zus. Is hij van Emma? Hij is van Emma, ja. Ja, ik zie hem. Het ja, is de zus van Emma. You will bang it every day. You will bang it every day. Oké, zus van Brit. Niet de dolfijn, hè, die andere. Oh, ja, ik hoor die dolfijn bijna reden 10 of 10. Ik, ja. Oh, you're 9.5, man. Ja, echt, ja. Dat gaat wel flink voldoende scoren. Ja, ik ga een 9 geven, Link. Die dolfijn maakt het af. Inderdaad. Ah, ik geef het een 7. 7. I will give it a 6. 6? Ja. That's... Alleen de ogen zijn iets te ver uit elkaar. Anders zou ik er een 10 geven. Maar het Spaans, though. Dat is best wel sexy. She looks hot as fuck, man. Wel, hè? Oh, shit. Je hele... Dat is Skype. Je hebt het vanuit. Heb je minnetje geklikt? Nee, het is echt... Je Skype loopt vast. Ja, hij doet het weer, cool. Okay. Thank you. Ik reed deze sowieso wel een... Ja, ook gewoon een 9. Ik vind dit best wel een mooi meisje. Ze heeft lippenstift op. Dat is een afkeuring van mij. 7,5. 7,5? 7,5. Damn, okay. It's fanfiction. Met Joost en Link. Ik vind het trouwens leuk, ja. als we dit echt doen van jij spreekt jou en ik doe Harm. Ja, do you want to try, Link? Ik weet dat je moeite hebt met lezen, maar do you want to do this? Let's do that. Okay. Mijn beste vriend stond al op me te wachten op het kruispunt. Hij was heel, maar dan ook echt heel lang en had blond haar. Hij heette... Ik kom erin voor! Eindelijk! Eindelijk kom ik erin voor! Ik bedoel, ga door. Hij heette Joost. Samen met hem en Jeremy. Jeremy. Die we bij zijn huis zouden ophalen. Ik zie het. Liepen we elke dag naar school. We praten over van alles en nog wat. Vanochtend over die nieuwe buurjongen, Harm. Waarom had je niet verteld dat je een nieuwe buurjongen had? Zei Joost. Misschien wil hij wel met ons mee. Wanneer we uitgaan of zo. Tegen de ene die naast me liep. Joost de giraf. Waarom ben ik een giraf? Even. Falcon lovers, oké. Okay. Zoals het gezicht van een nieuwe buur. Shit! Waarom denk ik steeds aan hem? Ik weet het. Hij is knap. Alleen ik denk dat hij niet homoseksueel is. Net als ik. Oh, man. Man, ga door. Ik kan het niemand vertellen. Ik wil niet uit de kast komen. Dan lachen ze me uit. Zoals jij dan zou zeggen, tranen. Oh man. Zal ik het doen? Zal ik jij vertellen dat ik gay ben? Harm fietste door het parkje achter zijn huis. Hij zag daar 4 mensen zitten op een bankje bij het meertje. Tussen die mensen zat Link. Harm lachte. De andere 3 waren zeker zijn vrienden. Dat is mijn nieuwe buurjongen. Hij heet Harm. Daarna kwamen de namen van de rest van de jongens.
Ik ben Jeremy, de traanman! Nice. Ik ben Joost en ik ben geen giraf. There you go. Ik ben geen giraf. Het is zo fijn om vlakbij hem te zijn. Wat zeg ik nu weer? Ik val helemaal niet op jongens. Maar alsnog krijg ik kriebels in mijn buik als ik naar hem kijk. Hij is zo, zo... Ik heb er gewoon geen woorden voor. Die eend, die noem ik Harm, zei een mooie stem. Het was Link. Waarom zou hij een eend naar mij vernoemen? Het is best wel geinig. Ik kreeg er rode wangen van en Link ook. We lachten samen tegelijkertijd. Het leek net of ik in een andere dimensie stapte. Wacht, wacht even. Wat gebeurt er met mij? Ik denk dat ik gevoelens heb. Ik denk dat ik echt gevoelens heb. Voor Link? Hoe kan dit? Ik sta op en ren weg naar mijn fiets. Ik hoor ze nog roepen, maar ik versta het niet. Ik moet naar huis. Naar mijn huis, me opsluiten in mijn kamer. Dit kan niet. Maar het is toch zo. Ik, Harm, ben verliefd op Link. Oh my god, deze fanfiction. Oh, dit was zo fucking sap. Ik wil verder lezen, man. Ik wil opstaan en achteraan gaan, maar Pascal houdt me tegen. Wat doe je? Vroeg ik. Dat is Pascal dan. Mm-hmm. Als hij weg wilt, dan moet je hem ook laten. Kappa, zei hij. Ik keek hem een soort van boos aan en hij stak zijn tong uit. Wat is er mis met die dude? Dacht ik. Ach, laat maar. Die kappa weet niets van mijn gevoelens en zou precies hetzelfde doen. Amper een uurtje later ging ik naar huis. Toen ik voor het hek van Harm stond, keek ik even naar het zolderraampje. Hij stond daar. Wat moet ik doen? Heeft hij mij gezien? Ik verstopte me achter de heg. Ik sta voor het raam van mijn kamer. Waarom was ik weggegaan? Ik was bang dat ze erachter zouden komen, dat ik van Link hou. Zeggen dat ze het kunnen zien in de ogen. Opeens kreeg ik het gevoel dat iemand naar me aan het staren was. Ik keek om me heen en zie ik opeens twee oogjes boven de heg tevoorschijn komen. Het kon niet anders. Het moest Link zijn. Ik maak het gebaar van, kom! En hij zag het. Hij loopt mijn tuin in en stelt zich voor aan mijn moeder, die buiten een paar bloemen... Fucking hell, man. Die buiten een paar bloemen was aan het planten. Ze geven een hand en Link loopt door. Ik kijk net als een stalker, dacht ik. Ik ren naar beneden en doe de deur voor hem open. Ik zie hem voor me staan met zijn glinsterende ogen. Hij is beeldschoon. Ik kan uren naar hem kijken. Mag ik daar binnen? Vroeg Link. Ik word gelijk uit mijn droom wakker en ik knik. Ik doe een stap opzij en hij loopt naar binnen. Ik laat hem mijn zolderkamer zien. Ook al het enige wat er stond was mijn bed en honderden dozen. Ik loop achter Harm aan naar zijn kamer. Wow, dat zijn veel dozen, zei ik zachtjes. Tja, het is altijd zo als je gaat verhuizen. Ik ging maar zitten op het bed, want mijn benen begonnen pijn te doen van het staan. Ik zie dat Harm naast me ging zitten. Ik word een beetje nerveus en begin te trillen. Hij legt zijn hand op de mijne en stelt mij gerust. We kijken elkaar in de ogen. Oh nee, no, no way, man! Ik krijg kriebels in mijn buik. En hij legde zijn arm op mijn schouder heen en deed hetzelfde als hij, maar dan langs zijn zij. Fuck! Jullie leggen je armen op elkaar heen, oké. We kwamen dichter bij elkaar en... Einde van het chapter! Einde van het chapter! Oh my god, deze cliffhanger! Ik moet nu met stoelen gooien, fuck. Oh my god. Oh.